Daar hadden we gisteren even contact, Michiel. Geen broodje kroket meer doen. Die fles champagne laten we ook maar weg. Nee, is toch goed. Gelijk naar de serieuze dingen toe. Ja, ja. En dat was serieus, want ik zat in die wedstrijd te kijken. Je kleunde er lekker in, jullie zaten goed in die wedstrijd. Ik denk, er komt misschien nog wel een puntje uit. En toen kwam het moment van de wedstrijd waar we ons allemaal rot van schrokken. En jullie helemaal naartoe, ja. Zo dichtbij. Hoe heb je het beleefd dit weekend? Nou ja, ik schrok natuurlijk wel. Want ik stond eigenlijk precies in de lijn van de botsing. En ik zag eigenlijk gelijk dat het niet goed ging. En dus we lopen daarheen. En volgens mij is het Ukili die daar zegt dat hij aan het stikken is. Dus fysio's erbij. Toen heeft eerst de fysio zijn tong volgens mij weer een beetje naar voren gehaald. En toen begon onze dokter met reanimeren. En dat is denk ik voor mij en voor de meeste spelers de meest grote schok die er was. Omdat als je iemand gereanimeerd ziet worden op het veld, dan ga ik in ieder geval uit van het ergste. En, dus ja, met Eriksen gezien natuurlijk. Eriksen met Doelen natuurlijk gezien. En, ja, dan schrik je gewoon heel erg. En ik zag mijn medespelers die natuurlijk ook daar heel moeilijk mee hadden. Zeker Dario en Jessin. Dus ja, dat is iets wat je eigenlijk nooit wil meemaken. Zeker niet op een voetbalveld. En gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. Er werd een defibrillator gehaald. Zo'n huidmassageapparaat. Ja, maar dat was uit protocol, begrijp ik ook. Ja, hè? Dat doen ze nu altijd. Het nieuwe protocol, zoals ik het een beetje goed begreep sinds het geval met Noordi, is dat op het moment dat er geen bewustzijn is en de speler reageert niet, dan moet er gelijk begonnen worden met reanimeren. Dat heeft onze dokter gedaan en volgens mij na 2 of 3 keer reanimatie kwam hij weer bij. Toen sloeg hij zijn hand van zijn borst. Dus dat betekent dat hij weer redelijk erbij was. En toen was het voor mij alweer een beetje... Had dat nou niet beter voorbereid kunnen worden? Als de spelregels veranderen of dan komen de scheidsrechters langs. Hadden we niet beter voorbereid moeten zijn hoe die protocollen gaan? Want ik denk dat iedereen zich het lazere schikt van hartmassage en defibrillatie. Mm. Nou, maar volgens mij is dat bij de, is bij dat de wel? Doctor is wel bekend, toch? Ja, maar dus, jullie schrikken je het lazere. Ja, natuurlijk. Wij wisten althans, 9 van de 10 jongens. Ik denk dat beter voorbereid had moeten worden. Ik heb ook indruk dat de commentatoren het niet doorhadden. Eigenlijk niemand het door had wist op dat moment. Nee. Want dat had het misschien ietsje lichter kunnen maken voor alle schrik die er toen ontstond. Want jullie wisten dus ook niet. Nee. En hoe lang duurde het voordat jullie doorhadden dat het enigszins meeviel? Dat je dacht van, oh shit, hij gaat het gelukkig overleven. Nou ja, toen ik dus de dok zag reanimeren, hoorde ik de scheidsrechter op een gegeven moment zeggen dat hij weer bij was. Dus toen was voor mij alweer relatief de rust teruggekeerd. Omdat ik dan weet dat hij dan wel weer gewoon leeft. Want ja, hoe je het went of keert, dat was voor mij het belangrijkste. En dat was het geval. En dat er dan vervolgens een doek en een cirkel zit omheen. Dus dat is denk ik meer vanuit perspectief van het publiek en et cetera. Maar gelukkig gaat het weer wat beter met hem. En, ik zag net een foto met een fruitmand en dat hij iedereen bedankte en dat hij inderdaad een behoorlijke jaap op zijn gezicht had. Maar ketsen. Ja, we hebben vanochtend met de hele club, dus zowel het personeel als de staf, als de spelers, als de mensen binnen de club, allemaal in één ruimte gezeten. Dus we hebben een videocall gehad met Etienne en hebben gewoon een beetje met elkaar gesproken, een beetje slap geouwehoerd. En hij had het er moeilijk mee. Maar hij was wel weer aanspreekbaar, dus dat is voor ons altijd wel... Kon jij nog zien hoe die geraakt werd? Want het was niet bewust. Nee, het was niet bewust. Nee. Ik denk van dat de Laan zei bij Rijnmond, begreep ik, dat hij juist wel dacht dat het bewust was. Ik ga er nooit vanuit dat iemand bewust daarin doorloopt, toch? Ik denk dat hij gewoon zijn aanname niet goed is, dat hij dat probeert te corrigeren en nog die bal probeert te halen. Dus ik ga er niet vanuit dat... Nee, zijn aanname was ook niet goed. Ik had vandaag een podcast met René en met Michel en met Rob. En René zei tegen mij zoiets van... je weet, als je die bal te ver voor je uitspeelt, je loopt door op die keeper, dan krijg je dit soort contacten. Maar ik heb zoiets van, weet je, dat gaat in een split second natuurlijk. Weet je, je neemt hem niet goed aan. Je denkt, ik haal hem toch nog eventjes. Maar je zal zelf ook wel eens in zo'n situatie zijn gekomen, toch? Dat je heel dicht op de keeper stond. En... Ja, ik nam hem heel vaak verkeerd aan. Dus dat is niet dat ik suggereer. Dat zou ongetwijfeld gebeurd zijn wel eens. Maar goed, meestal denk je, weet je, als je iets meer tijd... Het is allemaal in een fractie dat je dat natuurlijk moet bedenken. En daarom zat ik... dat ga ik vandaag op de tak. Dat niks mee te maken. Nee, wat dan? Ik ben nu wel benieuwd. Nou, nee, dat heeft ook wel met techniek te maken. Hij heeft dat namelijk wel vaker... Dat hij toch zijn techniek een beetje in de steek laat in de 16. Ja.